Een lange tijd geleden, ongeveer 186 jaar, werd een genie geboren in Parijs. Je weet wel, Frankrijk aldaar. De stad is sindsdien niet langer beroemd om enkel de Eiffeltoren en croissants, maar ook om hij die zowel pianist, organist en componist werd genoemd, de grote Camille Saint-Saëns. Een waardige bebaarde man Saint-Saëns ging niet zo vaak op vakantie, behalve in de winter van 1886, want zijn derde symfonie ontbrak wat resonantie. En dus, moe van al die geweldige muziek, begon hij in plaats daarvan zijn muziekpapier te versieren. Met noten die sprongen en vlogen en zwommen. Hij schreef Het Carnaval van de Dieren. En nu aan jou om te raden welk dier zich als eerste zal tonen. De koning die zich door de jungle kan waden met bulderende brullen in tritonen. Je weet het vast al, zo heel avontuurlijk. Heerser bovenal. De leeuw, natuurlijk. Maak na de koning plaats voor het hof, of liever gezegd het boerenhof. Gevederde hovelingen blind voor gezag. Ze kletsen en kakelen de hele dag, net zoals de violisten van het orkest. Altijd roddelen, dat doen ze best. Je raadt het vast al, wie zijn deze pruilippen? Het zijn de hanen en de kippen. Is het je al opgevallen hoe snel de vingers van pianisten gaan? Hoe ze galopperen op de piano, net zoals paarden bijna nooit stilstaan? Het paard. Prachtig ros. Hier is het dier dat nog ontbreekt op deze carnavalse chaos. Nu ja, niet zomaar een paard. Deze is net iets meer waard. Saint-Saëns geeft de voorkeur aan een zeldzamere toneus. Best een rare naam. De Equus Hemionus. De wilde Hemione, een paard zo snel dat wanneer hij rent, hop, 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 daar is hij niet. Ah, ik ben hem kwijt. Hij verdwijnt in de nacht als een echte bandiet. Vandaar weet niemand hoe de Hemione eruit ziet. Thank you.
even stoppen. Ik ben afgemat. Misschien even uitrusten of verkleden in een schildpad. Maar ook zij lijken wel een beetje gek. De cabarets in Parijs zijn hun vaste stek. Met hun netkousen en hoge hakken wordt de cancan gedanst. Maar het lijken wel slakken door tijd opgeschranst. Maar onze schildpadden zijn vrouwen van grote deugd. Met hun lichte benen beleven zij hun tweede jeugd. Het zijn niet de schildpadden alleen die denken, we maken het plezant. Met manoeuvres lichtjes op zee zien we nu de olifant. In het carnaval van de dieren denkt de olifant een ballerina te zijn. Door met zijn slurf te slieren en te draaien in één mooie lijn. Maar ondanks al zijn goede wil is zijn formaat zo gigantesk dat zelfs met een tutu in april hij zijn evenwicht verliest bij een simpele arabesk. Hier zijn
zijn degenen die nog ontbraken. Ze hebben een Australisch accent. Zij die hun kleintjes in hun buidel bewaken, springen lustig mee op dit event. Ze springen in achtste en zestiende noten tot het vermoeiende toe. We horen het in de piano als poten. Dit is de kangoeroe. Hallo? Ja? Oké, dank u wel. De vissen zeggen hallo. En ze willen graag de muzikanten feliciteren. En ze vinden het concert heel mooi en zouden heel graag meespelen. Als we een fout maken bij een optelsom of met vervoeging, grammatica, Frans, dan zegt de leraar, wat ben je dom, zelfs een ezel maakt een grotere kans. Soms snappen de violen er ook niks van. Saint-Saëns geeft hen lange oren. Ze schreeuwen IA van hier tot in Japan. Daar weten ze niet wat ze horen. Thank you.
Horen jullie dat ook? Straks zijn we ze kwijt. Luister maar goed. Het is koekoekstijd. Sommige zomerochtenden horen we buiten de vogels discussiëren en debatterend gezellig fluiten. Parkieten die elkaar ambeteren, kanaries, papegaaien, gele of witte veren, plots stoppen ze allemaal met kraaien. Voor de vreugdevolle trillers die steeds hoger gaan klimmen dan de mees, die kleine zanger, met borst vooruit doet de muziek hem glimmen. We horen het op de dwarsfluit als een zucht van Molière. Zijn muziek trilt de lucht en creëert zo de volière. Maar dit zijn twee rare beesten. Blijkbaar stukjes artiesten die elkaars postuur copy-pasten. Dit zijn de pianisten. Er zijn mannetjes en vrouwtjes in eksterstaart of een jurk met vouwtjes. Professionele pagadders, eters van sonates en concerti. Ze hebben een hekel aan arpeggio's en toonladders, maar vooral de oefeningen van Czerny.
meestal het Museum voor Natuurwetenschap. Daar vind je mythische dingen, zoals echte dinosaurussen. Geen grap. Enfin, de skeletten althans. Van brontosauriërs en meer raars. Voor hen geen feestjes meer met cancans. Hun bestaan doofde uit als een kaars. Reptielen, debielen, fossielen en senielen. Saint-Saëns gooit het hier overhoop. Maar ook deze melodieën kunnen niks vernielen, behalve dan je maag in de knoop. Soms is iets wat niet meer bestaat hetgeen wat ons het meeste leert. Zoals Camille koos voor Tempi in het kwadraat en zo deze mythische wezens eert. Van dit betoverende carnaval is hier mijn persoonlijke favoriet. Een beetje snobistisch, majestueus bovenal, hoe hij met zijn witte veren het meer overziet. Glijdend over het wateroppervlak strekt hij zijn nek als de bourgeoisie, zoals een cellist in maatpak, dankbaar om de mooiste melodie. Thank you.
Nu komt het prachtige carnaval tot een eind en zijn alle dieren samen. Ze spelen elk hun melodie, zonder zich te schamen. Er is een groot bal en iedereen is blij. Ze springen, vliegen, lopen, zwemmen en galopperen. Ik doe mee. En jij? Thank you.